Leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik ben hier buiten samen met de beste hond van de wereld, Bumper. En normaal begint hij keihard te blaffen als ik aan het schreeuwen ben. Maar deze keer houdt hij het nog redelijk rustig. Hier achter mij zie je trouwens echt een heel erg vies zwembad. En nu lijkt het mij wel heel erg leuk om als challenge te doen. En op een soort van leuke manier de vlog te beginnen met dat ik in het zwembad ga springen. Is dat een leuke? Ja, ik vind van wel. Ik moet er alleen nog wel even zeggen dat het voelt heel erg raar om zonder pet de vlog te beginnen. Alleen, ik heb een beetje last hier van mijn voorhoofd. Ik heb allemaal bultjes erop of zo. Heel erg apart. Geen idee of dat door het pet dragen komt. Maar, ik wil nog even iets belangrijks zeggen. We zijn hier even de temperatuur aan het meten van het water. En hij staat nu op 13,3 en hij stond al eerst op 17. Dus het water is echt ijs en ijskoud. En om het heel erg spectaculair te maken is er iets heel erg vets bijgekomen. We moeten het alleen zometeen nog even uittesten. En dat is deze rookmachine. Het is echt een bakbeest van een ding. En hier komt dan straks fucking veel rook uit. Tenminste, dat is de bedoeling. Hopelijk gaat het werken. En dan gaan we een soort van showtje maken. Dat ik iets van uit het rook kom en dan op die manier in het water ga springen. Dat gaat... Oh, dat is zo episch. Ik heb daar zo'n zin in. Ook al heb ik... Wow! 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 Weet je, kijk hoe vet het eruit ziet. Heel even, hè? Heel even. Hoe vet is dit om zo de vlog te beginnen? Oh, nu kan ik niet wachten om in het water te gaan springen. Super awesome. Het is in één keer donker. Enzo, hoe kan dat nou? Je bent de vlog eigenlijk nog maar net begonnen. Nou, weet je hoe dat komt? Omdat 's avonds krijg je een veel vetter effect. Dus ik heb dit even 's avonds opgenomen. En wat ik straks vanmiddag heb opgenomen, dat komt hierna dan, zeg maar. Snap je hem nog? Want ik wil wel gewoon meteen dit erachteraan knallen. Dus ik heb nu een gave bouwlamp die Quinn even op mij schijnt. Zodat ik even dit stukje kan zeggen. Samen met Quinn ga ik er trouwens in. Dus we hebben het rookapparaat weer klaargezet. En nu gaan wij het gewoon doen. En ik hoop dat het fucking spectaculair wordt. Dus let's! Er kwam wat consumptie uit. Maar let's go! Let's go! Ja. Geen idee, maar oké. Rook mag aan! Nu! Ja, 1, 2, 3! Oh shit, dit is zo... We zijn Quinn kwijt, we zijn Quinn kwijt. Ik ben niet gesprongen, ik dacht dat ik ook je sprong. Ik zie naar de boom, ik zie naar de wolken, het bos niet meer. Ik ken niet meer. Hoi! 3 en 2. Dan gaan we nog één keer. Oh! Oh! Ik doe al! Oh, oh. Oh, ik slik het water in. Ga ik nu dood? Ja. Oh nee. En nu? Ga je dood? Dames en heren, ik hoop dat jullie het vet vonden. Dit is dus het begin van de vlog. En wauw, wat een spektakel. Koud. Oh, mijn pet. Wow, mensen, het rook komt gewoon hieronder vandaan. Zag je dat? Nee. Zag je dat? Ja, ik zag het. Een heel klein beetje. Oké, nu gaan we echt. We aten hutspot en daar zat een worstje in, van een beetje zo'n rookworst. En dat is, ja. Eeuw, Mikey! Oh. Een troll! Een troll! Nee, kijk, een troll! Hij is gewoon vet veel hutspot! Het rook komt er vandaan. Oh, dit is zo vies. Dit is kost en poep in één. Hij deed het tegelijk. Hij poept en kost tegelijk. Ik zie mezelf. Kijk nou, daar zijn wij! Hey hondjes, kom eens! Kom eens hier! Hey! Wow, kijk hier! Champignon! Wow, vet grote! Oh my god, wat is de natuur toch mooi dan, hè? Nee, kijk. Mike, niet pissen! Oh, Mikey! Foei! Pak ze! Die hondjes zijn echt gek bij elkaar. Hij rent zo hard, hè? Dat zijn pootjes helemaal op hol staan. Dan gaat hij zo'n beetje half scheef zo. Dan kan hij eigenlijk zijn lichaam er niet meer bijhouden. Ook al wil hij zelf wel. Het lijkt me ook echt grappig om een keer gewoon te zien dat hij zo dan te hard rent en dan allemaal koprollen gaat maken, weet je wel. Als hij maar geen pijn heeft, dat wil ik niet. We gaan hem een keer van een berg afduwen zo en dan gaat hij zo rollen. Grappig. Nee, dat is geen goed idee. Nee, ik zeg net geen pijn. Nee, dat lijkt me geen goed idee. Maar, weet je wat wij gaan doen? Wij gaan iemand ophalen. Weet je wie wij gaan ophalen? Niet zeggen. Dat is een verrassing. Oh, het is een verrassing. Maar zullen wij doen dat 3, 2, 1, dan komt ze in beeld? Ja. Gewoon vol in haar gezicht. Gewoon echt meteen. Je hebt al verklapt dat het een haar is. Oh my god. Maar dat vinden de jongens alleen maar leuker. Oké. 3, 2, 1. Malali! Ja, waar kom jij vandaan? Uit Juliana Dorp. Ja, niemand kent dat. Maar dat ligt in Helder. Kijk, ik denk dat mensen dat wel zullen kennen. Ja, dat is waar je naar Texel gaat met de boot. Oh, Schiermonnikoog en zo. Nee, Texel. Texel, ja. Daar heeft ze iets van 2 uurtjes over gedaan en nu gingen wij haar ophalen. Want om haar ook nog eens op reis te sturen van het busstation Zeist hier naar DH-huis, dat is gewoon... Het klopt echt totaal, dat wil je zeggen, maar ik vind het helemaal mooi. Dat klopt toch wel? Nee. Vanaf het station naar het busstation, naar mijn huis. Oh ja, maar hier heb je ook een bushalte en die is zo groot dat ik denk van, nou, dat is ook een busstation. Oh, ik kom toch dicht. Maar dat heb je dus helemaal niet. Maar wij gaan nu naar huis toe en dan heeft volgens mij jouw oma heel erg lekker eten gemaakt. Ja. Dus ze kunnen goed koken allemaal bij D thuis. Dus ik ben heel erg benieuwd of dat lekker is. Dus ja. Is dat lekker. Heb jij ooit vies gegeten bij mij? Ik durf geen nee te zeggen, want je moeder kijkt. Ja, maar even zonder grapjes, zonder dat mama blamt. Nee, ik denk dat ik... Maar jij lust ook wel alles. Ja, jij lust ook alles, toch? Ja, behalve spruitjes. Ja, maar dan, ik weet hoe je lekker spruitjes moet eten. Okay. Ja, gewoon met curry erbij. Nee. Jawel, dat doe ik wel altijd. Dat is heel lekker. Maar zo, hoe jouw moeder het maakt is ook lekker. Ja, dat is echt zo. Maar weet je wat, wij gaan nu naar huis. Het stoplicht staat... Het stoplicht, zo'n stom woord. Het stoplicht. Kijk, nu kan ik hem wel uitspreken. Staat op rood. En weet je wat ik dan altijd in mijn hoofd denk? Ik denk altijd groen. En weet je waar ik dan aan moet denken? Aan het publiek van Lingo. Die zegt ook altijd met z'n allen. Groen. Ah, rood. Nou ja, dat is wat we nu hebben gepakt. En hopelijk gaat hij straks op groen. Groen. Hoi. Groen. Ga nu op groen. We hebben tijd nodig. Hij is op groen, hey! Groen! Ah! Wat? Ah, dit doe je nou zo vaak. Dit is de eerste keer dat je het gefilmd hebt, maar jeetje, wat heb je... Het was echt dat ik toevallig nu je camera had. Niet normaal. Hoppakee, we zijn naar mijn huis toe gegaan en wat gaat er nu gebeuren? Nou, Markie die zit al een beetje heen en weer zenuwachtig te lopen. Want ik had verteld aan Mark dat ik iets voor hem heb. Dus hij vraagt zich nu een beetje af van, yo, what's going on? Maar, ik denk dat jij dit heel episch voor gaat vinden. Ik denk van, ja, ik ben in Berlijn en ik moet natuurlijk wel wat voor mijn huisgenoot meenemen. Dus, ik heb een echte, dames en heren. Poepert, jongen. Ik heb een echte Markieboy t-shirt meegenomen. Oh, en dit zit aan mijn hand vast. Maar... Een echte Markieboy t-shirt. Vind je het wat? Zeker. Ik zou zeggen, trek hem meteen aan, houden. Mijn broeder is in het blauw. Echt? Ja. Nou, je bent tweeling, dus als je iets bijna hetzelfde hebt, maakt niet uit, toch? Oeh, doe eens even geld. Doe ik er zo'n muziekje onder. Oh, dat was kort, maar krachtig. Oh yeah! Een Markieboy t-shirt. Dankjewel, bro. Alsjeblieft, Rooski. Nice. I'm fresh. Dames en heren, weet je wat wij gaan doen? Ja, je bent nog steeds blij met je swag, hè? Ja, dikke swag, hè? Ja, je bent nog steeds blij. Weet je wat wij gaan doen? Wij gaan even naar Milan toe! Hey, hallo! Hi. En toen ik hier binnenkwam, het was trouwens wel echt heel erg dope dat je even open deed. Want, wat gebeurde er? Milan, die was bezig met, en dat gaan jullie nu zien. Maar ik zweer het in, deze is gewoon, dit leken lampen met een tafel of zo. Oh ja, ja. En dit? Inderdaad, die was even aan het opnemen, ouwe. Moet ook gebeuren. Ik neem op, jij neemt op. En als we dan elkaars huis binnenkomen zonder eigenlijk dat te zeggen van tevoren... Dan zijn we aan het opnemen. Ja, we zijn eigenlijk heel vaak aan het opnemen. En ik zie nu ook dat je op je computer allemaal bestanden over bewerken, stomme dingen. Noem alles erop en eraan. Het saaie gedeelte. Weet je, mensen denken altijd dat YouTube zo leuk is, want je mag altijd dingen doen en altijd video's maken. En allemaal, ja, er gebeurt heel veel achter de schermen. Ja. Wist je dat op het begin van mijn vlogs vertelde ik ook nooit van ik ben nu een vlog aan het bewerken of ik ga nu Minecraft opnemen. Ik dacht van ja, dat hoeft ze eigenlijk helemaal nooit te weten. Vinden ze best interessant. Ja, maar nu vertel ik dat wel af. Van hé, ik ga nu met Kaya opnemen of met Colin of met Milan opnemen. En dan laat ik dat een beetje zien aan jullie, hoe dat in zijn werking gaat. En jullie vinden dat heel erg interessant. Dus dat is echt dope om te zien. Want ja, achter de schermen gebeurt gewoon heel erg veel. Ja, want ze denken dan van, ah, vette video man, het is echt leuk, een droombaan. Maar ze weten niet dat we dan 4 of 5 uur lang achter de computer zitten, constant non-stop bewerken, totdat die video klaar is van 10 of 20 minuten. En ik moet zeggen dat ik bewerken wel heel erg leuk vind. Tuurlijk. Maar af en toe zijn er van die dagen dat je gewoon kut vindt. Maar als je dan de video af hebt, dan denk je yes. Maar als die video, als je naar youtube.com en dan upload en dan tik je de video aan en dan druk je op oké, je zit een procent te uploaden, dan denk je halleluja. En dan zie je upload filter en dan denk je nee. En dan moet je hem heruploaden en dan doe je ja. En dan zie je ineens een bewerkingsfout en dan denk je nee. En dan ga je opnieuw bewerken en is hij klaar en dan denk je ja. Dat deden we mooi. Hey Milan, ik heb weer een verrassing voor jou. Ik ben namelijk nu mijn laptop aan het connecten met jouw wifi. Kijk, nou geef ik jullie allebei een knuffel. Ah, zie, hij is wel lief, die broer van me. Ja. En ik ben even een video aan het uploaden. Wat betekent dat? Ik ben internet aan het jatten. En elke keer als ik internet jat, heb ik een cadeautje voor je. Ja, dat kost ook geld. Ja, nee, cadeautjes kosten. Dus ik heb weer wat leuks voor je meegenomen. Althans, ik vond het heel erg leuk. En ik heb het bij een kledingwinkel gehaald. Het is heel bijzonder. Het was echt een hele hippe winkel. En het is, dames en heren, even kijken. Oh, ik mag niet kijken. Dit boekje. Ik keek al. Dit boekje? 52 things to do while you poo. Oh, dat is fucking handig. Dus 52 dingen die je kan doen tijdens het poepen. Ook allemaal poepen hier? Ja. Of tijdens de grote boodschap, om het even netjes te zeggen. Nee, poepen mag gewoon. Oh ja, want is en dat piep ik er ook uit. Oh, wat cool man. Vet hè? Elk toilet zou dit moeten hebben, zegt hij. Een poeppuzzel. Ja, dat heb je serieus. Ik heb wel even gekeken. Poeppuzzels, poepfeiten. Poepen was nog nooit zo leuk, staat er. Nou, je krijgt meteen zin om een lekker potje te poepen, of niet? Ja, ik ga even poepen. Nou, en nu dacht ik van, hey, nu jij graag wil poepen, want je wil dit uitproberen, heb ik wat voor je meegenomen. Ik heb laatst op internet proteïnebars gescoord. Ja. En ik dacht, weet je wat, ik neem er meteen allebei eentje mee, voor jou en voor mij. En dit is zeg maar een proteïnebar, er zit heel erg weinig vet in. Oeh, dat ken ik. Met heel veel proteïne. Nou, eerst fitness ik er heel vaak. En ik heb ook een vriend van mij, een dikke shout-out naar Rutger. Dat is natuurlijk ook jouw vriend Rutger. En die heeft mij tips en tricks gegeven van hey, als tussendoortje moet je geen chips of drop of wat dan ook eten, maar een proteïnereep of een proteïnebar. En die heb ik dus gehaald. En nu dacht ik van ja, dit vult zo erg dat je hier vast wel lekker van aan de poeperij gaat. Wat ik net zeg, je geeft dit zodat ik kan poepen, zodat ik dit kan lezen. Hey! Ah, slim hoor. Over nagedacht. Ik zag hier net een leuk feitje trouwens. Is iemand in 1760 is doodgegaan terwijl die van het toilet afviel. Wat? Ja, serieus? George nog wat. Ik zie het nou niet meer, maar... Ik dacht... Op 25 oktober 1760 is George de tweede doodgegaan terwijl hij van het toilet afviel. En het was ook nog een koning, King George. Ja. Oh ja. What the heck? Je ziet ook echt een kroon. Naast de wc zie je een kroon gewoon. Maar ik weet ook niet hoe hoog ze die toiletten bouwen, hè? Dat weet je niet. Oh ja, bovenop de toren. Ja, dat weet je niet. Nou, dankjewel man. Alsjeblieft. Ik vind het leuk. Poep ze. En dit. Poep. Inderdaad. Wij gaan meteen even die bar proberen, want ik heb dat nog nooit gehad. Wow. Wow. Lekker? 1 hap. Er zijn gewoon 10 koeken bij elkaar gestampt gewoon. Wauw man, dit vult echt goed joh. Ik neem het niet, want ik heb net gegeten, dus anders ben ik bang dat ik over mijn nek heen ga. Oh, wat doe jij nou? Maar jij hebt er dan ook een, dus. Ja, het is lekker, maar... Waar smaakt het naar? Naar een koek. Met chocola. Nou, dan kun je net zo goed gewoon koek halen. Nee, want dit is veel gezonder dan koek. Oh, dat is veel gezonder dan koek. Proteïne. Ja. En het is gewoon, ja, koek met chocola. Gewoon chocoladekoek hier. Oh ja, je meurt ook gewoon. Wow, je stinkt uit je bek. Echt waar? Ja. Je ruikt naar chocola. Oh, maar serieus joh. Ik zit nu al vol. Dit vult echt als een malle, jongen. Nou, neem een hap. Je kijkt alsof je nog nooit dit hebt gehad. Dat moet ik niet. Je kijkt ook alsof je straks dat boekje moet gebruiken. Dit zijn echt zo'n dingen, dan krijg je echt gewoon harde poep van, weet je. Van de klont gewoon, van de keiharde klont. Waar gaat dit heen, Mark? Waar gaat dit heen, jongen? Ga je straks ook naar de wc even die keiharde keutels van je filmen? Moet je mijn boekje mee? Ja. Oh ja, ken je paarden? Heb je ooit wel eens paarden zien poepen? Bedoel je dat? Van die keutels. Zo, nou Mark, laat even met rust met het boekje. Ja, hij is alvast een spelletje aan het uitzoeken voor straks. Nou, ik probeer deze even achter de kiezer te krijgen. Want ik heb wel trek. Kijk, weet je wat het is? Soms dan heb je trek, maar ook weer niet. Dat is een beetje een dubbel gevoel. En ik heb nu heel erg trek. Alleen ik weet niet of ik in dit nog trek heb. Maar toch ga ik het opeten, want anders is het zonde. Dus. Weet je hoe dat heet als je geen trek hebt? Kert. Omgedraaid. Dus trek. Trek omgekeerd, ja. Hebben jullie ook wel eens van die dagen dat de tijd gewoon zo ongelooflijk snel gaat? Omdat je zo druk bezig bent met wat je vandaag allemaal moet doen? Nou, dat had ik vandaag dus. De tijd ging echt rete snel. Ik heb aardig veel video's opgenomen. Ik heb aardig veel video's bewerkt. En weet je wat het is met het bewerken van video's? Dan ben je bezig en dan besef je eigenlijk niet hoeveel tijd erin zit. Want je begint eraan en je wil hem eigenlijk gewoon ook meteen afmaken en klaar zijn met het bewerken. Dus dan begin je eraan en dan is het bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, 4 uur 's middags. En dan ben je in één keer om 6:30 klaar. En dan denk je van, oh ja, normaal eet ik iets vroeger op de avond, dus ik moet nu nog eten. En wow, ben ik zo lang bezig geweest. En dat had ik vandaag eigenlijk een beetje. Dus de dag die schoot elke keer heel erg snel voorbij qua tijd. Maar alsnog heb ik heel veel kunnen doen en heb ik nog wel redelijk kunnen genieten van de dag, ook al ging er één ding echt heel erg fout. En dat was dat ik een aflevering had opgenomen van Minecraft. En die was heel goed gelukt, vond ik zelf. Alleen, wat gebeurde er? Mijn laptop viel uit, waardoor die aflevering in één keer gewoon weg was. En dat was een aflevering van 45 minuten. En hierdoor kwam heel mijn schema in de war. En hier baalde ik enorm van. En dat was zo frustrerend. En dan werkt je internet ook nog eens niet mee, omdat je internet van de buren hebt, de wifi. En er kan eigenlijk maar 1 persoon op internet zitten. Dus stel voor mijn vriendin of Mark die zijn filmpjes aan het kijken op internet. Dan gaat heel mijn internet laggen en kut doen. En dat was echt heel erg vervelend. Dus op zich wel frustrerend was dat. Maar alsnog is uiteindelijk alles goed gekomen. Dus ja, dit is dan het einde van de vlog. Ik ga me uitkleden. Oeh. En ik ga een plasje doen. Oeh. En dan ga ik in bedje liggen en dan ga ik heerlijk slapen. Misschien kan je ook wel aan me zien dat ik een beetje moe ben. Ik zit er eigenlijk wel helemaal doorheen. Dus het is maar goed dat ik nu mijn rust ga nemen. Morgen weer een nieuwe dag. Morgen weer een nieuwe vlog. Helemaal fris en fruitig. Laten we dat afspreken. Hopelijk checken jullie dan ook morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. Vergeet nog niet even een blauw duimpje omhoog te doen op deze vlog als je dat nog niet hebt gedaan. En hopelijk, en dan ook echt hopelijk, doen jullie met mij mee. Dames en heren, dikke, vette peace. Knolpower.